Ik probeer ook een soort katalysator te zijn. Ik probeer ook dingen op zijn kop te zetten. Tegen de truttigheid van het ziejarige gedoe, tegen... ja, vertrutting. Armoede. Nou, ik kan me er wel eens over verwonderen dat dus mensen een verschrikkelijke, eenkennige, eenvoudige smaak hebben wat betreft sieraden. Terwijl ze qua kleding alles weten, qua schoenen, qua kapsels, qua lippenstift. Er zijn wel 10.000 soorten mascara. En qua sieraden is het zo mager. Ja. Niks zeggend. Helemaal niks. Ja. Maar dat is ook cultuur-eigen. Ik bedoel, als je naar Afrika gaat, daar zijn mensen veel uitbundiger. Maar daar zit ook nog veel meer betekenissen achter het sieraad. Dat mensen zich nooit verdiept hebben in sieraden in die zin. Of... ja, het is ook het Calvinisme. Hè? Echt, je pronkt niet in Nederland. Maar ik voel me dat ook niet geroepen om dat te veranderen, Ik ga dan niet tegen die vrouw zeggen van, goh, koop eens een fatsoenlijke oorbel, want het is niks. Nee. Het had iets meer elegantie mogen hebben. Ik vind hem net iets, dus ik twijfel nog over dit, of ik dit niet.